Stel, je bent onderzoeker of docent en je werkt in een project waarbij collega's van diverse organisaties betrokken zijn. Je wilt eenvoudig met elkaar samenwerken. Daarvoor zet je natuurlijk het internet in. Er zijn online veel samenwerkingsvoorzieningen beschikbaar. Bijvoorbeeld voor het online opslaan van documenten, het plannen van afspraken, chatten en videovergaderen. Daarnaast hebben onderzoekers behoefte aan voorzieningen voor het uitwisselen van referenties en onderzoeksdata. En docenten hebben graag de beschikking over een elektronische leeromgeving. Jij hebt je favoriete online applicaties, net als je collega's. Alleen is online samenwerken dan een probleem. Je hebt voor iedere applicatie een apart gebruikersaccount nodig. En je moet bij elke applicatie opnieuw instellen welke teamleden toegang tot de content hebben. Daarnaast werken die verschillende applicaties niet met elkaar samen, waardoor het uitwisselen van content praktisch onmogelijk is. Daarom ontwikkelt Surfnet met een groot aantal partners een nieuwe samenwerkingsinfrastructuur, die online samenwerken op een veilige, slimme en vooral eenvoudige manier mogelijk moet maken. Je kunt voor iedere applicatie veilig inloggen met je eigen vertrouwde gebruikersaccount, dat van je eigen organisatie. De samenstelling van je team hoef je maar één keer in te stellen en kun je daarna bij verschillende applicaties gebruiken. Door gebruik te maken van open standaarden zijn de applicaties onderling met elkaar verbonden, waardoor bestanden of content in die verschillende applicaties met elkaar uitgewisseld kunnen worden. Je hebt daarom de vrijheid om die online applicaties te kiezen die het beste passen bij jouw behoeften, zonder dat je je hoeft te beperken tot het product van één aanbieder. Zo ontstaan nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en wordt online samenwerken nog gemakkelijker en efficiënter. Surfnet. We make innovation work.